Oké. Na afloop van het optreden hier in Blues Conservé zitten we aan tafel met Sonny Hunt, Leif de Leeuw en Rory de Giewit. First of all, Sonny, welcome here in Holland, all the way from Nashville. Dank u wel. Appreciate that. I'm having a great time here in Holland. It's not the first time you're here, because we know you're here in the same cafe where you play with Tony Spinner. Yes, I believe that was in 2005. And so this is my number eight trip here. So yeah, I've been here a couple of times. My Dutch should be a lot better than it is by now. Well, we don't come for your language skills. Thank you all. Nee, we had a beeldprobleempje. Maar je komt voor je guitar playing. But I also believe you're a multi-instrumentalist. You play the bass, the keyboards, the guitar. Yes. Couldn't make a favorite. Well, my favorite's the guitar. I started playing drums when I was a kid and played for about 8 years and then started playing guitar. But I've always managed to, you know, keep drums going. Didn't actually learn piano until I was in my 20s, and bass I just kind of picked up along the way. So, but that was really because of a recording studio that I owned at one time. My partner and I, we did all the tracks. So, you know, I would play drums, he would play piano, and we'd mix it up. And so each of us were playing different instruments at different times. Well, your band is called the Dirty White Boys, and today it was Dick Stam on bass, and he was always singing, and Han Nijwehuis on the drums. But also you picked up some young talent from the Netherlands. Oh yeah. Tell me, how did you manage to pick those two young talents? Well, I met Roy first probably 2 to 3 years ago. As he reminded me the other night, it was on MySpace. And we just we started talking back and forth, and with the help of Aria at DDA Agency, we started talking about, you know, having Roy join us when we were doing shows here in Holland. And once we did that a couple of times, we pretty much knew, hey, we need to do this all the time, not just part of the time. We need to do it all the time. Who's the boss on stage? Who is the boss on stage? Well, usually we pretty much leave that to the singer. That would have to be Mr. Dick over there. Since he's doing the vocals and everything, and we pretty much let him, most of the time he'll call the shot. He'll say, Roy, you play solo, and then Life, you play solo, and then I'll play solo, and that way we've got somebody calling the shots. Dick, you heard it, you haven't the boss. Yeah, I'm the boss. Absolutely. Shall I do it in English? Yeah. Yeah, somebody has to do it. It's not to do with that nobody else want to do it. But if everybody is... wanted to say that I'm the boss, whatever, but... just feel like to do it. And that's the thing what's... Well, the question is based upon the fact that if you have two young guys in your team, one of 15 years old is Leif, and that's 20 years old is Rory, most people say they need a little guidance, but if you saw them on stage, well, it pretty much arranges itself. I especially love the battles, Rory. Ja, dat vind ik ook altijd het leukst. Ik kan gewoon losgaan. Nee, ja, het is altijd voor een opbouw voor het liedje, en vooral in blues is het altijd wel vet als je aan het einde zo'n battle hebt af en toe, weet je wel, kan je even losgaan. Publiek laten zien, even ophypen en zo, en eindigen met de song. Dat is altijd een goed einde, zeg maar. Dat is leuk. Leif, wil je hetzelfde? Ja, ik vind het geweldig om te doen. Ja, het is leuk. Iedereen sloopt zich uit. En, ja. Is het niet zo dat jullie zeggen van ik zal eens even de ander af gaan troeven? Is het gewoon, ieder doet zijn eigen dingetje op het moment dat hij de solo gaat geven? Iedereen doet wel zijn eigen ding dan. Want ik kan dingen die ik niet kan. En ja, het is, bij iedereen is het zo. I asked him, does anybody does his own thing on the guitar? And he said, yes, pretty much. Yeah. Either one of us got his own style. Yes, I feel like you. I mean,
I hate to try to put labels on everything, but they do. I mean, I feel like each of us have a different style, and that's what's cool about it. I mean, these guys are so far along for their age that, like I said the other night, in 10 years, you won't be able to touch them. I mean, they're that talented and that far advanced for their age, and it's only good things come for them if they keep at it, which I hope they do. Wat leren jullie nou nog van? Want jullie hebben, ik neem aan, jij hebt geen band. Je bent kijken of je een band kunt vormen. Jij bent volgens mij op allerlei losse projectjes bezig. Ja. Leer je dan veel? Zo op zo'n avond in een team spelen, zo moet je zeggen. Nou, op technisch gebied leer je niet veel bij. Maar het is gewoon dat als je met z'n drieën speelt en de twee andere gitaristen hebben natuurlijk hele andere dingen en invloeden en zo. Tuurlijk pik je dan bepaalde licks die zij spelen, weet je wel, die je te gek vindt. Dat je dat een beetje over wil nemen, weet je wel. Te gek van dat wil ik ook kunnen. En als je op een gegeven moment in een liedje zit en iedereen gaat zo leren, dan gaat gewoon die energie, weet je wel, van die ander, omdat die zo goed is, gaat die energie omhoog. En dat brengt jou ook weer to the next level. En dat is het eigenlijk meer, zeg maar. En zo zit het bij mij in ieder geval. Het is net als in een voetbalteam. Je moet meegaan met de rest en dan word je zelf beter. Ja, precies. Je hebt nog een aantal optredens voor de boeg. En dan? Dan moet je Sonny Hunt. Dan you have to say goodbye to Sonny. He's back to America. En dan? Ja. Hey. Als Sonny weer terug is? Ja. Of nee, als hij weer terug in Amerika. Ja, dan. Ja, ik ga gewoon zo. Ben je dirty white boy af? Ja, nou, het is gewoon. Ik hoop dat als Sonny weer terugkomt, dat hij dan ons weer vraagt. Want ik vind het geweldig om hem te spelen. En iedereen gaat weer gewoon zijn eigen gang. En kijken. Ik heb in ieder geval heel veel leuke contacten opgedaan. Met Antik en. Ja, ik leer heel veel van. He says if he's come back after this tour, I hope he asks us again for your next tour. Well, according to the reaction of the audience, they loved it. They were wild. And then on a Wednesday evening. And I the last few times I've come back since I met Roy, I've always made a point to get him to join us. And so this is the first time I've met Maya for this trip, and like I say, next time I come, I'll be asking both of them. No problem. Andere vraag, muzikaal gezien, wat denken jullie en wat voor carrière denken jullie na te streven? Ik vraag dat wel eens vaker. Ik zeg, als ik nou over 10 jaar weer een interview met jou moet houden, met wie zit ik dan? Heb je een eigen band? Is een internationale carrière wat je najaagt, of toch meer het produceren van een aantal hele mooie eigen songs? Voor mij is wat ik wil, is voor mezelf met mijn eigen band nummers schrijven, cd's opnemen, veel optreden en daarmee proberen gewoon een groot publiek aan te spreken. En ja, bekend worden zou mooi zijn, maar ik heb het liefste gewoon dat ik dat gewoon kan blijven doen. Dat is voor mij veel belangrijker. En ik wil daarnaast gewoon mezelf zo veelzijdig. Hoe noem je dat? Ik wil op een gegeven moment zo veelzijdig worden dat ik gewoon voor veel dingen word gevraagd. Voor pop, rock dingen, blues dingen, soul dingen. En dat artiesten mij komen vragen als een soort van sessiemuzikant, weet je wel. Dat is mijn streven eigenlijk. Maar je merkt wel in je stijl van spelen dat het niet alleen bij de blues beperkt blijft. Nee, dat zitten wat riddeltjes in die uit de hardrock komen en ook wat meer funky. Ja, precies. Nou, vooral ik ben eigenlijk niet echt een bluesgitarist. En ik hou meer van rock en jazz af en toe ook en zo. Dus dat is mijn stijl. En zij hebben weer een hele andere stijl. Ja, nou, jij hebt de Guitar Experience Award van Sena al gewonnen in 2004, als ik me niet vergis. Ja, 2003. 2003, dus jij weet al een beetje wat je daarna te wachten staat. Lijf heeft hem vorig jaar gewonnen met een nummer van Jeff Beck. Of course, We Ended as Lovers. Het zat er vanavond in. Ja. Ja. En dan is het ook wel leuk om te zien dat er inderdaad even drie andere gitaren overheen gaan. Ja. Een prachtig nummer. Maar jouw wensen en vooruitzichten? Dan ben je nog jong, dus je kunt nog alle kanten op. Lijkt net een beroepskeuzetest nu wel, weet je. Nou ja, wat ik het allerliefste wil doen is gewoon
Optreden. Dat lijkt me het allerleukste om te doen. En ja, het liefst gewoon verder met de bluesrock richting. Want dat is, ja, daar kan ik me toch het beste in uiten. En, ja, jazz. Ik kan wel wat jazz spelen. Ik kan veel muziekstijlen kan ik wel spelen. Ik heb ook nog steeds klassiek gitaarles. En, maar toch, de bluesrock, dat blijft toch wel echt mijn ding. Sonny, your future. If you get back to Nashville, a lot of playing there in the blues, it's much more country environment. I've got some gigs coming up, some shows coming up. But right now, back at home, I'm concentrating more on trying to get some recording done that I've been working on for a while. I'm going to try to get that done. That's going to be my top priority to do. And then once, if gigs come along, then I'll play those, of course. But like I say, when I get back home, I'm concentrating on getting some of my material finished that's been, like, you know, I've been working on for a while and get it done. So, we can't wait. Thank you for this small interview afterwards, gig with Blues Moose Radio. Dank jongens voor jullie optreden hier. We hebben ontzettend veel genoten. We gaan er iets moois van maken. And until, see you next time. Yes. Dank u wel.